Ben je aan het pokémonnen en zie je iets verdachts, meld het bij de politie. In Roosendaal lift de politie graag mee op het succes van het spelletje. Het logo van de buurtpreventie, hè? Boeventeken, inbrekers nee. En aan de andere kant hebben we een Pokémon politiebal ontworpen, waaronder staat Pokémon ja. Oh, nou dat is mooi. Dan doen we iets goeds ermee, hè? Het is eigenlijk een soort buurtpreventie 3.0, hè? Dat we onze buurtpreventie eigenlijk willen uitbreiden met de mensen die Pokémons gaan vangen en die voor ons ook ogen en oren zijn op de openbare weg. De politie wil vooral zoveel mogelijk Pokémon Go-spelers uitnodigen in wijken waar veel wordt ingebroken. Pokémons moeten we zoeken via de telefoon natuurlijk, maar kijk af en toe er ook eens naast of als je ergens langs een huis loopt, kijk eens bij de voordeur of dingen die opvallen, bel meteen de politie. Ja, ik vind het wel een goed idee. Ze kunnen er vast profijt uit halen volgens mij. Nu maar hopen dat de Pokémonners nog iets meekrijgen van een omgeving buiten die paar vierkante centimeter van hun telefoon. Nee, we kijken ook nog rond hoor. Nou, je moet wel goed op het verkeer blijven letten. Hè? Als je telefoon trilt, dan heb je een Pokémon in de buurt. En dan stop je gewoon even netjes aan de zijkant. En dan vang je hem. Inbreker nee, Pokémon ja, maar doe het wel veilig, luidt het advies van de politie. Dat zou het zijn, hè? Een dief vangen met Pokémon. Ja, dat zou wel grappig zijn. Zit er zo'n Pikachu op zijn schouder. Maar tussen alle Pokémons hebben de spelers tot nu toe nog geen dief gevangen. Maar het spelletje is dan ook nog lang niet afgelopen.